live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Ever staat op. Ta-ta-ra-ta-ta! Klinkt ook hier gewoon goed, Peter. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook aangekomen in het Russisch. Jullie hebben gisteravond al de huldiging gedaan. De huldiging, ja. Was leuk? Ja, dat was leuk, ja. Ja, nou, Peter had ook nog een probleem met de douane, toch? Wat dan? Ja, die is een paspoort in mijn paspoort kijken. Impossible dit en impossible dat. Ja. You're much older. Ja. You're 72. Do you have a wheelchair for this man? Et cetera, et cetera. Dat denk ik. Nou, het woord wheelchair kennen ze hier niet, hoor. Nee, is dat niet bekend? Nou, ze kennen heel veel woorden hier niet, ben ik afgekomen. Nou, in ieder geval geen Engelsen. Geen Engelsen, dat is inderdaad nee, beter. Maar fijn. Fijn dat we er zijn. En met jullie hier. Met mijn vrienden op pad is altijd iets moois. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Ja, dat is ook mooi. Dat is ook mooi. En je weet, what happens in Sochi stays in Sochi. Behalve wat je... Ja goed, we moeten natuurlijk nu wel naar de column toe. Oké, nou, dan gaan we snel. Zal ik de muziek pas starten? Ja. We lopen! Ja. Lieve Marianne, ja. Maandag 10 februari. Ja, lieve Marianne, ik zit net als jij nu in Sochi. Dus we kunnen een keer samen lunchen of wat eten. Of naar een karaoke bar of een weekendje naar Moskou. Of bepaal jij maar. Ik heb je een WhatsAppje gestuurd. En ik begrijp goed dat je niet de hele dag maar gelijk iets terug kunt sturen. Dus ik heb er gelijk nog 275 gestuurd. Maar goed, ik ben dus in Sochi. En de reis hierheen was nog best bijzonder. We hadden een overstap in Frankfurt. En daarna vlogen we door met een Russische maatschappij. Waar zelfs de aanwezige stewardessen nog nooit van hadden gehoord. Laat ik het zo zeggen, geen vliegtuig voor iemand met vliegangst. Dat zag je bijvoorbeeld aan de piloot die werkelijk door zijn leidinggevende cockpit ingeduwd moest worden. Fico en ik zaten naast elkaar op een rij van 3 stoelen. Ik aan het raam, Fico in het midden. Vervolgens komt er als derde man aan het gangpad iemand zitten van 240 kilo, waarvan zeker 80 kilo buik half over Fico. Gelukkig voor Fico mocht hij ergens anders gaan zitten. En nu had de man van 240 kilo 2 stoelen en een stuk over mij. De reis van Frankfurt naar Sochi duurt 4 uur. De man heeft 4 uur tegen mij aan zitten orakelen. Het was een Serviër die al 10 jaar woonde in Chicago. Daarom leek het alsof hij Engels sprak. Maar ik verstond er geen reet van. En over zijn reet gesproken, de lucht uit zijn mond stond in directe verbinding. Wat ik eruit begreep was dat hij werkte voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Daar verdedigde hij vriendjes uit de oorlog. Want die hadden per ongeluk een hoop mensen vermoord, maar waren eigenlijk heel aardig. Hij had er ook al een hoop vrijgekregen. En toen gaf hij een kaartje voor als ik ooit last had van iemand, dan kon ik hem bellen. Zoiets. Daarna kwam de stewardess langs met het eten en die heeft hij toen opgegeten. Tijdens onze vlucht was de 5000 meter voor mannen. Het was een historische dag voor Nederland. Wat een onwaarschijnlijk goede start voor Nederland. Ongeëvenaard met goud. Voor de superieure Sven Kramer, het fenomenale eenmans destructiebedrijf. De man die iedereen naar huis gaat. De koning van lage rondetijden en de aanstaande koning van Sochi. Zilver voor Jan Blokhuizen, de kroonprins van het soepele glijden. De man van de onvoorstelbare comeback en de aanhouder die wint van de rest. En brons voor Jorrit Bergsma, de groothertog van de lange adem. De onverstoorbare, de man die zo mooi kan balen van een schitterende derde plek. Wij waren net op tijd voor de huldiging in het Hollandhuis. Daar scandeerde het publiek 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ik heb daar altijd zo'n hekel aan gehad als de Duitsers riepen 1, 2, 3! 1, 2, 3! Of de Russen 1, 2, 3! Het is om te kotski. Eigenlijk klinkt 1, 2, 3 in alle talen verschrikkelijk. Het is misplaatst, chauvinistisch, irritant, uitdagend. Behalve in het Nederlands, dan klinkt het heerlijk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In de hoek aan de bar namen mijn vrienden Edwin, Niels en de rest vast een biertje. En nog één. En nog één. En nog één. En het ging gelijk op. En Niels riep 1, 2, 3. En opeens riep Edwin en nu op zijn Harderberg zoals de club heeft gewonnen. En hopski, weg was Edwin. Opeens lag hij 4 rondjes voor. En de voorsprong bleef hij uitbouwen. Er was zelfs sprake van de tap is leeg. Klopt, zei Edwin en hij viel vlak neer op de grond. Maar 's morgens toch weer gewoon in de sportschool. Oh nee, dat was Rick. Nou, hoe dan ook. Op zondag kwam de volgende schitterende schaatsdag voor de Nederlandse ploeg. Het was de 3000 meter voor vrouwen met Irene Wüst. Zoals ik al vaker heb gezegd, de veelvraat uit Gorlen. De gouddelver met de zachte G. Zij is half mens, half schaats. Ik zat in het stadion na zelfbenoemd schaatskenner Figo Waas. Het orakel van de Zwarte Zee. Maar daar, luisteraars, hij zit in zijn snoepfase. Het was ouderwets schamen. Er reed een Russische
Russische vrouw met de naam Skokova. Maar hij bleef maar roepen, lekker, Skokola, Skokola. Vlak daarna kwam een Tsjechische met de naam Červonka. Hij roepen, lekker, Willy Červonka, Willy Červonka. Inmiddels had Anouk van der Weijden al een geweldige race gereden. En de tijd die werd verbeterd door Russische publiekslieveling Olga Kraaf. Overigens op zijn Russisch uitgesproken als Olja. Dus dan weet je wel wat meneer de Waas naast me presteren. Olja! 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 Graaf reed een geweldig scherpe tijd. Bijna niet te kloppen op dit ijs. Toch werd de 2:03:47 verbeterd door regerend Olympisch kampioene Sablikova. Door mijn vriend bezongen met O Sablikovia. Zij reed 4:01:97 bijna niet te kloppen. Maar wel door de sublieme Irene Wüst die zich direct in de boeken reed als beste Nederlandse Olympische wintersportster aller tijden. 'S Avonds stonden Fico en ik klaar voor de huldiging in het Hollandhuis. Zie ik opeens in de verte een beetje kale man in een rood trainingspak aankomen lopen. Ik denk nog, wat moet die nou hier? Hij loopt ook gewoon door bij de ingang. Laat niet zijn entreepasje zien, zeg maar, echt onbeschoft. Hoop mannen met pakken en oortjes erachteraan. Fico er een die begint van, wie denk je wel dat je bent? En kun je niet een beetje aan de regels houden met je YMCA-pakje? Nou, dat kon hij niet. En kortom, het was oom Vladimir zelf. Die iets mompelde van dat hij hier nog op terug zou komen. En wegliep hij met vlak achter hem een Serviër van 240 kilo. Die een knipoog gaf aan mij. Straks naar de 500 meter van de mannen. Met weer kansen voor de Nederlanders. Maar daarvoor geef ik het woord aan het orakel van de Zwarte Zee. Figo. Ja, hier is hij dan weer, jongens. De enige voorspeller met een triple E-ranking. Eerlijk gekocht van de BVV, de Bond van Voorspellers. We hebben het hier over Figootje Waas. De enige man die in het bezit is van een originele koffiedikkijker. We hebben het hier over de man die altijd zijn wiggelroede bij de hand heeft. Over de man bij wie het grote handboek van Nostradamus immer naast hem op het nachtkastje ligt. Ja, die Figootje Waas die door Edwin, Niels en Rick ook wel wordt gebruikt als kop van Jut. Ze noemen hem ook wel de broer van Diana Woei. De vrouw die nog nooit één weervoorspelling goed had. Hier hebben ze hem ook heel snel omgedoopt tot de sukkel van Sochi. Maar wat heeft deze eerste twee dagen aan goede voorspellingen opgeleverd, heren? Inderdaad, 4 goede voorspellingen. Wow. Ja, 2 goede voorspellingen op de 5 kilometer. De gouden medaille van Sven Kramer en de bronzen medaille van Jorrit Bersma. En op de 3 kilometer de gouden medaille van Irene Wüst. Plus de zilveren medaille van Sablikova. Door mijn goede vriend Peter Heerschop in het schaatsstadion naast mij, ook wel Sablikova genoemd. Kan je nagaan, de man is nog maar 2 dagen van huis. En dan kan je natuurlijk zeggen dat het kinderspel is om een gouden medaille te voorspellen voor Sven en Irene. Maar ik zeg altijd, je moet het altijd eerst nog doen. Zo'n gouden medaille voorspellen. Het is allemaal moeilijker dan je denkt. Dat zie je bijvoorbeeld in al die charlatans die ook opeens aan het voorspellen zijn. Maurits Hendricks, de chef de mission van het Nederlandse team, heeft bijvoorbeeld voorspeld dat we minimaal 9 medailles halen. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg op zeker spelen. Ik bedoel, je hoort Sven Kramer toch ook niet zeggen dat hij blij is met een bronzen medaille. Of dat Irene Wüst zegt, jongens, met een Olympische diploma ben ik al ruim tevreden. Nee, die gaan voor goud. Zelfs Cheryl Maas ging voor goud. Het lukte even niet, maar ze wilde wel. De Rijksuniversiteit van Groningen voorspelt dat we 14 medailles gaan halen. Maar sinds wanneer heeft de Rijksuniversiteit van Groningen verstand voor voorspellen? Ik heb toch ook geen verstand van wetenschap, anders had ik een heel ander beroep gehad. Nou, dit is het typische geval van wat Johan Cruijff zou noemen, schoenmaker, blij dat hij leest. Maar goed. Ik geef jullie nu mijn voorspelling van het aantal medailles dat we als Nederland totaal gaan ophalen op deze Olympische Spelen in Sochi. Pak het pennetje er maar bij. Want als deze voorspelling klopt, zal ik voortaan alle monden hebben gesnoerd. Vooral die van de heertjes hier en Petertje Heerschop. En dan zal ik voortaan door het leven gaan als Ficootje Waas, de levende predictortest. Daar gaat hij, pak de pen. Ik denk dat we op deze Olympische Spelen 19 medailles halen. Hoeveel, Fico? 19, ja, 19. En dan kan iedereen wel weer beginnen met lachen, maar ik vind dat je de lat hoog moet leggen. En dan denkt Petertje Heerschop natuurlijk, dat zei mijn vrouw ook vannacht. En weet je wel, dat klopt ook. Dat zei ze vannacht en niet tegen hem. En dat terwijl hij nog maar 2 dagen van huis is. 19 medailles. 16 bij het schaatsen, 2 bij het shorttrack en 1 bij het snowboarden. 6 gouden plakken, 7 zilveren plakken, 6 bronzen plakken. Het zijn 16 bij het lange baan schaatsen, 2 bij shorttracken en 1 bij het snowboarden voor Dolf van der Wal. Al was het alleen maar omdat ik het hem zo verschrikkelijk gun. Daar komen Peter en ik deze week nog op terug. Oké, dan nu de voorspelling voor de 500 meter vandaag. Goud voor Michel Mulder, zilver voor Kato de Japanner,
brons voor Jan Smekens. Dat wordt vandaag dus weer een huldiging. En shorttrack 1500 meter. Shinky Knecht komt in die finale, maar grijpt net naast de medaille. Tot morgen, tenminste, als ik dan nog leef met die servier van Peter. De mazzel. Live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Even staat op.